40% zegt ja, 48% zegt nee. Nou. Ik heb een onderzoek. We hebben dus een algemeen onderzoek misschien. Maar de GroenLinks-fractie heeft in Renkum, in de wijk waar mevrouw Silfhout woont, heeft een onderzoek gehouden. Ja. We zijn tientallen bewoners langs gegaan. Bewoners aan drempels. We zijn in winkels geweest. We hebben iedereen die we zagen aangesproken. Gedurende als u weet dat de mensen mij zo verschrikkelijk veel geld hebben. Eerst hebben we aangesproken. Het merendeel ervan, van de mensen, is voor verkeersveiligheid, voor drempels. En we hebben het hier over een levensgevaarlijke actiegroep. U verzorgt een levensgevaarlijke situatie. Mensen met rugklachten, mensen met een hernia, mensen met die patiënten, Bert, die kunnen nergens meer naartoe. De drempels zijn veilig. Ja hoor, op dit moment is het een tijdelijke maatregel. Drempels helpen de snelheid omlaag te brengen. In de toekomst hopen we dat met de snelheidsbegrenzer, een ingebouwde snelheidsbegrenzer, variabel, reagerend op de snelheid die gevraagd wordt, dat dat een technische oplossing is. Ik hoor van heel GroenLinks geen eens over het milieu. Tot die tijd zijn drempels een probaat middel voor een verkeersveilige samenleving. En iedereen zou ervoor moeten zijn. Het is één ding, wij zijn voorlopig nog lang niet over de drempel. En we houden Renkum in de gaten en ook de rest van Nederland. Ik dank u voor uw reactie thuis. En u hebt de uitslag gezien. Hartelijk dank en rij voorzichtig naar huis. Wel thuis, dank u wel. Is er nog wat leuks vanavond op televisie? Jazeker, want er wordt weer gegoocheld om 20:30 bij Hans Kazans Magic Show. En ik neem u gelijk mee naar de zondag. Om 16:30 kunt u kijken naar een nieuw programma. Dat heet Health, Body and Care. Wordt gepresenteerd door Romilde Appel. En wat kunnen we allemaal bij Romilde verwachten? Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig door zijn agenda wordt geleefd. Er is nauwelijks meer tijd voor ontspanning of gewoon eens lekker rustig eten. In Health, Body and Care geven wij u praktische tips hoe u toch uw rust kunt vinden in dat drukke leven. Marco Bakker vertelt hoe hij zijn stem en lichaam in topconditie houdt. En ook hoe hij de rust weer weet te vinden naast zijn overvolle agenda. Verder krijgt u het laatste nieuws op cosmetica-gebied. Dus kijk zondagmiddag van 16:30 tot 17:00 naar Health, Body and Care bij RTL 4. Dat zullen wij doen, Romilde. En daarna is Cas Spijkers en Mireille Bekooy zijn ook weer aan de beurt in Koken met Sterren. Hallo, Cas. Hoi, Viola. Dag, 5 uur showkijkers. Wie zondag de gast is, blijft nog een verrassing. Maar u moet zeker kijken. Sst. Lekker eten bij Koken met Sterren. Ik kan me erop verheugen. En dan bij Veronica om 17:55. Het Woonmagazine met Judith de Klein en Jan de Wouvrie. Hallo, Judith. Hi Viola, nou je ziet het, we zijn weer bezig met een metamorfose. In dit geval is het een woon- en slaapkamer in één. Ik moet zeggen, er mocht ook wel wat aan gebeuren. Nou, dat zijn we dus nu aan het doen. En als je wil weten hoe die eruit ziet als hij helemaal klaar is, dan moet je dus kijken aanstaande zondag iets over 6 bij Veronica naar TV Woonmagazine. En diezelfde zondag, maar dan om 21:50 bij RTL 4. Daar wordt weer flink gediscussieerd in lief en leed. En hier is Maya. Hallo Maya. Dag Viola. We gaan aanstaande zondag in Lief en Leed praten over liefdesrelaties op het werk. Want de laatste tijd komen steeds meer mensen hun grote liefde daar tegen. Mijn gasten van zondagavond kunnen heel leuk vertellen over hoe het is om verliefd te zijn op je collega. En hoe moeilijk het is om het soms geheim te houden. Dus ik zou gewoon kijken zondag. Het zijn op dit moment spannende tijden voor de vliegtuigbouwer Fokker, met name voor het personeel. En wij vroegen u of u weet wat er nou met Fokker moet gebeuren. Nou, ze moeten proberen voort te blijven bestaan, misschien op de DAF-manier. Ik zou het wel heel zonde vinden als het bedrijf zomaar failliet zou gaan, want het is wel heel belangrijk, vind ik. Ik begrijp ook wel als je als Nederland steeds maar miljarden erin pompt, dat je er ook niet komt. Fokker is toch een standbeeld, denk ik, in de Nederlandse economie. Ik ben zeer begaan met die mensen die dus daar werken. Die er zoveel jaren hun inspanning aan gegeven hebben. En die nu dadelijk op straat komen te staan. Ze hebben er verleden jaar ook al etterlijke miljoenen in gestort. Ik vind het eigenlijk een bodemloze put worden. Ze hebben al zo lang zoveel schulden. Ja. Ik bedoel, ze moeten nou maar zorgen dat ze meer geld moeten verdienen. Ik vind het onverantwoord als men te veel geld zou uitgeven
voor deze zaak, voor Fokker? Gewoon blijven. Moeten we allemaal ons best voor doen. Net als met DAF toen, nu met Fokker. Er zit niks anders op. Er zijn miljarden ingestoken. En eens houdt het op. Eens houdt het op, daar wou ik het nog even met u over hebben. Want de Duitse moederconcerns willen dat Nederland 2,5 miljard gulden geeft. Maar minister Weijers wil niet verder gaan dan 800 miljoen gulden. Geeft u minister Weijers nou gelijk? Zegt u, er is in het verleden al zoveel geld ingepompt. Het moet nu maar eens afgelopen zijn. Het kost te veel en het levert uiteindelijk toch niets op. Alleen onze belastingcenten. En hebt u die duidelijke mening? En wilt u dan bij ons in de studio daarover komen praten? Bel dan met 06-300-444. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze 5-uur-show. De week zit erop. Maandag ben ik er weer, onder andere met Berend Boudewijn. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Voor nu, rij voorzichtig. Blijf binnen, want het wordt koud. Een heel fijn weekend en tot heel gauw. Dag.